Goedendag, Leon Smit van de prestatiefamilie hier. En de les van vandaag die gaat over het volgende. Ik was vandaag in Rotterdam en ik liep over het Stadhuisplein en ik zag daar een klein restaurantje zitten. Wat op de raam had staan, alles voor 2 euro. Dus dat is niet duur, alle broodjes, alle salades, alle jus de rance of dat soort dingen. Alle sappen waren 2 euro. Maar ja, er zat bijna niemand binnen. En daarnaast zit een Five Guys, is een burgerrestaurant. En die maken heerlijke burgers en die hebben frietjes. Maar als je daar kijkt, dan ben je gemiddeld zo'n 10 euro, 12 euro per persoon kwijt en heb je nog niks te drinken. Nou, daar was het veel drukker. Dus dat is wel grappig om te zien dat, zeker als je gaat kijken over het buitenhuis eten, ja, dan is prijs niet zo heel erg belangrijk. Ja, natuurlijk is het wel belangrijk. Als een hamburger 20 euro zou kosten, zou je er waarschijnlijk ook niet gaan eten. Maar als je het dus heel goedkoop maakt, is maar de vraag of dat een succesformule is. Dus prijs is zeker in dat geval niet echt een motivatie om ergens iets te kopen. Dus dat doet me meteen denken aan de boeken die ik laatst heb gelezen ook over belevingseconomie en zeg maar een beleving zeg maar, te creëren voor je klanten. Nou, dat kun je dus duidelijk ook zien en dat dat op die manier ook werkt. Dat als je alleen maar de laagste prijs wil maken, is dat geen beleving. Als je daarnaast een mooi concept neerzet met een mooi verhaal en misschien ook wel geschiedenis van het bedrijf, dan heb je veel meer kans dat mensen denken van, hé, daar ga ik zitten eten of daar ga ik wat kopen. Dus dat is de les van vandaag. De laagste prijs is zeker niet groot succes. Ja, sowieso de marges zijn heel erg klein dus moet je heel veel omzetten. Ja, maar zorg ervoor dat jouw klanten een bijzondere beleving hebben en in ieder geval het idee hebben dat ze zichzelf eigenlijk verwend hebben op het moment dat ze in een restaurant zitten eten en niet denken, ik heb het goedkoopste gekocht wat ik kon krijgen. Dus wat is de les van de dag? Ik hoop dat je er wat mee kunt en dan zie ik je snel weer.